YouTube, what up, dat de crowder stations in Nederland en waarschijnlijk de rest van Europa momenteel overuren draaien, dat mag geen verrassing zijn. Volgens mij rijdt Frontaal alleen al bijvoorbeeld heel het land door om zoveel mogelijk bussen leeg te kunnen tappen. Vandaag hebben we hier van EF Brew uit Rusland de Dark Side of the Overhype. De hype is even aan mij voorbij gegaan, maar of dit bier daadwerkelijk overhyped is, daar gaan we nu achter komen. Aanvankelijk met zo'n prowler blik, wat niet heel erg uitgesproken is, liep ik eigenlijk aan het bier voorbij. Maar toen dacht ik, voor pak een beetje 7 euro, een EF Brew, een pastry stout met zo'n naam en volgens mij een aardige score op Untappd, kan ik deze niet in Breda laten staan. Nou, hij is donker, hij heeft bijna geen schuimkraag. Normaal niet per se een goed teken, maar bij een pastry stout is het voor mij geen negatief teken, omdat ik in een pastry stout veel adjuncts verwacht. En adjuncts als notigheid en dergelijke zorgen er nou eenmaal voor dat de schuimkraag niet een heel sterk leven beschoren is. Dus we gaan naar de neus. En die neus is intent. Zeker scherpe, ik denk, van bijna van dat extra puur cacao-achtige chocoladekarakter. En ik heb het idee, ik heb me niet verdiept in het bier, ik heb het idee dat ik een vleugje kokos bespeur. En als dat nou het geval blijkt te zijn, dan is dat voor mij een erg positieve ontwikkeling in het bier. Echt dat gewoon die kokosmacroon. Weet je van die? Kokosmacroon? Jawel toch? Van die koeken met zo'n witte laag eroverheen die eigenlijk net niet lekker zijn en net te veel kokos hebben. Maar hoe ze altijd ruiken, dat vind ik lekker. Ik ga er ook gewoon geen woorden meer aan wel maken. Ik ga hem gewoon proeven. Van EF Brew, de Dark Side of the Overhype. Een pastry stout van 12%. Proost. Als je mijn review van de Fragment Series nummer 1 van de Moersleutel nog kan herinneren, daar zei ik dat bier en dat niet ieder bier koolzuur nodig heeft. Ook dit bier is laag op de koolzuur, maar in dit geval had een beetje koolzuur dit bier zeker verrijkt. Daarmee zeg ik overigens absoluut niet dat het hier een smerig bier betreft, want zowel de chocola als de kokos zijn mooi aanwezig. Niet het extreem bittere, pure chocoladekarakter, maar toch nog wel een mooi zachte, toch stevige cacao touch met gewoon een subtiel vleugje kokos. Ook zeker zoet te noemen, niet heel gebrand. Wat mij betreft gewoon zoals een pastry stout hoort te zijn. Maar daar zijn de meningen over verdeeld. Nou, ik ga hier in ieder geval zeker plezier aan beleven. Echt kijken hoe die uitschijnt dan. Gewoon kwaad, donker. Lekker man. Hm, 12%?
Heel in de verte doet hij wat boezie aan. Als je zeg maar door die smaken heen bent, door dat zoete, door dat kokos, door dat chocolade, misschien nog een vleugje van het zachte vanille, dan komt er een kleine boezie touch. Dus je denkt, had misschien niet gehoeven, maar 12%, wat wil je dan? Maar het past gewoon bij het bier. Dus het is zeker gewoon een lekker straf biertje. Wat ik al zei, ik ga hier zeker nog even van genieten. Hij was 6 of 7, 79 bij het bierlokaal in Breda. Verwacht geen intens kokosbier, zoals die twee bieren van de Moersleutel, de Bounty Hunter, de Smeroli Milkshake Coconut. Niet die intensiteit, maar gewoon een subtiele kokostouch met gewoon een degelijke pastry stout. Voor nu zou ik zeggen, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost. Thank you.